gaan tot iedereen er is. Ja. Fijn dat u er bent. Dan wordt nu het monument, de bron van levend water, officieel onthuld. Het spandoek van Sanctus Virgilius wordt er afgehaald door Marijke van Helwegen. Oh, Marijke Helwegen. Sorry. Ja, zo blijf je droog tegen de regen, dat helpt. We trekken hem erop. 1, 2. Dan moet je allemaal goed opletten. Als je op de schelp drukt, dan stroomt er water uit. Na het goed katholiek gebruik zullen we nu overgaan tot het zegenen van deze bron van levend water. Gezegend bent u, Heer Almachtige God, in het water. Denk ervan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En nou is het natuurlijk een beetje gek om een kraan te zegenen met water, maar we doen het toch. Zoals gezegd, ik piep er tussenuit. Dit is een historische oude kraan. Hij is eeuwen oud en hij ontelbare pelgrims op de pelgrimroute hebben gebruik gemaakt de afgelopen eeuwen van deze kraan. Die hebben eraan gedronken. Vaak hadden ze een hond bij zich of een ezeltje. En deze kraan, zei die man, die heb ik gekregen omdat nu alle kranen zoals dit vervangen zijn door van die drukkranen. Nou, ik heb daar zo'n hekel aan, die drukkranen. Ik moet veel optreden en dan, als ik druk, dan komt er geen water uit. Doe ik de handen weg, dan komt het er wel uit. Als je op de schelp drukt, dan stroomt er water uit. Waarom is er in Heerhugowaard nog geen waterpunt meer waar fietsers en wandelaars een slokje kunnen drinken? Ja. En op een gegeven moment zei die man, maar dit is zo'n mooi initiatief van jullie, zo'n mooi verhaal. Ik strijk over mijn hart, zo mee. En ik geef jullie die kraan cadeau. Ze hebben die kraan zo snel mogelijk in de rugtas gedaan, voordat die man zich bedacht. Hier heeft Twan meteen gaan schetsen. Hij ging niet eens douchen, hij ging meteen schetsen. En toen heeft hij dit eromheen geschetst en zijn opa gebeld en gezegd, opa Loet van Veen, is opa er? Meneer van Veen, wat geweldig wat u gemaakt heeft. Echt fantastisch, fantastisch. Of deze jongeren, kom zo naar voren. Dit zijn nog jongeren met hart en ziel. Met hart en ziel die zich inzetten voor de maatschappij. Ik weet dat ik ophoud, maar dat komt omdat ik aanplakken met ontzettende wind. Die irriteren een beetje de wind. En kijk eens wat er hier mooi staat. Met alle jongeren op een rijtje. U zou ze toch zo allemaal een kusje geven, dat doet u niet. Maar ik wil jullie complimenteren. Chapeau. Chapeau. Dat is een hele bijzondere dag. Ik maak een uitzondering door zomaar bier te gaan sprenkelen. En misschien neem ik wel een druppeltje over het monument. Deze meneer heeft zomaar een initiatief
Ik wil u wel eens geven. U krijgt van mij, u had misschien gestemd, een cadeautje van mij. Een kusje met opgesloten lippen.